Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik weer Fortnite voor jullie en vandaag heb ik weer de locaties van de 9 Omen Chips. Zoals jullie horen is het best druk op deze locatie, dus ik moet best wel even goed focussen om het te overleven en om door te komen naar de rest van de locaties, omdat het hier best druk is. Ik heb al één Omen Chip kunnen pakken, zoals je net zag, op deze locatie. Dit is een locatie met een naam. Er zitten ook een paar locaties tussen zonder naam, maar daar gaan we zo meteen naartoe. Eerst moet ik hier zien te overleven en eerst moet ik hier de andere twee Omen Chips op deze locatie nog zien te pakken. Maar dat is nog niet zo makkelijk, want ik ben eigenlijk bijna dood. Zoals je ziet aan mijn HP ben ik bijna dood. Ik heb nog ongeveer echt heel weinig HP over. En ik moet nog twee Omen Chips vinden op dit stuk. Dus ik hoop dat ik het overleef. Maar we gaan door. We hebben hier in ieder geval een beter wapen. En ik ga proberen hem te pakken. Dat lukt niet. Hij heeft mij helaas. Maar niet getreurd. Dat betekent we moeten niet blijven hangen in dit potje. We gaan gewoon door naar de volgende video. Dus zoals je dat ook in de volgende video. Het volgende potje in deze video. Ik wou zeggen, we gaan gewoon door naar het volgende potje in deze video. Weer op dezelfde plek. En het is weer heel druk op dezelfde plek. Dus ik moet weer even focussen om te overleven. En ik ga hier echt bijna dood. Maar ik heb hem gelukkig. En hij heeft mij gelukkig niet. Nu gaan we door naar de laatste Omen Chip op deze locatie. En zoals ik het ook al zei, we moeten niet getreurd zijn. En niet blijven hangen in het volgende potje. Met niet getreurd bedoel ik dat wij niet moeten blijven hangen in het volgende potje. Maar dat we gewoon door moeten gaan naar nog een potje waar we nu in zitten. Om die Omen Chips alsnog binnen te slepen. Zoals ik nu aan het doen ben, we moeten er nog één op deze locatie. Maar waar die laatste is op deze locatie, volgens mij zag ik hem daar links net al. Volgens mij zag ik hem daar links net al. Oh nee, dat kan niet, want hij is hieronder. Laat maar zitten, ik dacht dat ik hem daar links net zag, maar dat kan niet, want hij zat hieronder. Maar we hebben hem hieronder in deze... Ja, wat is het? Lijkt een beetje op een kelder dit. We hebben hem hieronder in deze kelder hebben we hem weten te pakken. De laatste Omen Chip op deze locatie moet ik even wat HP erbij krijgen door deze appels. En ja, met name door deze appels moet ik even wat HP erbij krijgen. En dan gaan we nu door naar de volgende locatie met een naam. Want we hebben twee locaties met een naam en één locatie zonder naam. En ik ga nu door naar de volgende locatie met een naam. Voor de volgende drie Omen Chips van deze video. Doe even een blauwe poging, like aan deze belletje aan als je geabonneerd bent. Als je deze video tof vindt. En de reden waarom je het belletje het beste aan kan zetten is. Dan krijg je een video van mij in je inbox. En wat is nou je inbox? Je inbox is een box waarbij je de video in krijgt als je het belletje van die persoon aanzet. Dus als je het belletje van mijn kanaal aanzet, dan krijg jij persoonlijk een melding in je inbox van mijn video's. En bijvoorbeeld als je het belletje van een ander kanaal aanzet, dan krijg je ook persoonlijk die video's in je inbox. Dus wil je niks missen, is het best handig om het belletje aan te zetten, want dan mis je sowieso niks van mijn video's. Want zoals jullie weten, ik upload dagelijks en natuurlijk ben ik ook nog op vakantie in de zomer. Er komen dagelijks vakantievlogs. Tim gaat mee. Mijn ouders gaan mee. De hond gaat mee. Vorig jaar waren we in Zeeland. Ik kan al een kleine tip geven. We gaan nu niet naar Zeeland. We gaan nu naar een andere plek. In Nederland. Ik had al de provincie de vorige video weggegeven. Dat was Noord-Holland. Mocht je nou weten welke plek het is, mag je het raden? Ik ga dan niks zeggen. Ik ga pas zeggen welke locatie we op vakantie gaan. Als het zover is.
En dat is nog, nog lang niet zo ver. Duurt nog 2 maanden ongeveer voordat we gaan. We gaan wel 1 weekje, dat kan ik jullie wel vast zeggen, want we gingen ook een weekje naar Zeeland vorig jaar. Nu gaan we ook een weekje naar deze plek. En ja, dan worden sowieso wel gewoon weer leuke vakantievlogs, net zoals in Zeeland. Zeeland waren ook superleuke vlogs. En ik zei net heel veel niks omdat ik gefocust was op het potje. Maar ja, dat wou ik even zeggen over de vakantie. Dat over 2 maanden eraan zit te komen. En over 2 maanden maak ik zelf ook pas de locatie bekend waar ik heen ga. Waarom ik dat doe is, ja, weet ik ook niet. Ik wil het gewoon pas over 2 maanden zeggen in plaats van over nu. Want wat over 2 maanden pas echt op vakantie gaan. Die locatie. We hebben hier de eerste Omen chip van deze plek te pakken. Gaan we door naar de tweede. Maar ik kan jullie wel verzekeren dat het een hele leuke locatie is. Ik wist niet eens dat die Omen chip hierop zat. Maar we hebben die Omen chip heel onbewust gepakt. Want ik ging gewoon heel onbewust naar boven. Omdat ik niet eens wist dat hij erboven zat. En toen zag ik hem in één keer naar boven. Toen ik in één keer naar boven was. Dus we hebben hem gelukkig gepakt. Maar zoals ik zei, ik wist niet eens dat hij daarboven was. Dus het was gewoon een hele onbewuste actie. Maar we hebben hem gelukkig wel gewoon door die onbewuste actie kunnen pakken. Gaan we nu door naar de laatste locatie. En we pakken deze tank om er zo snel mogelijk te komen. De volgende locatie is de locatie zonder naam. En het voordeel is aan deze tank is je kan overal doorheen rijden en alles gaat meteen kapot. Dat is het voordeel aan deze tank. Hetzelfde geldt voor die battlebus. Met die battlebus, omdat die battlebus zo'n muurtje aan de voorkant heeft, kun je ook met die battlebus overal doorheen rijden en dan gaat het vanzelf allemaal kapot. Dat zijn de voordelen aan een battlebus en aan een tank. Ze kunnen alles slopen wat ze tegenkomen. En je kan ook de boost gebruiken bij beide wagens. Je kan de boost gebruiken bij deze tank. Oftewel, de boost is zodat je iets sneller gaat. En je kan ook de boost gebruiken bij de battlebus. En daar is precies hetzelfde. Daar kun je de boost mee gebruiken zodat je iets sneller gaat. Daar is de boost voor bedoeld. Dat je iets sneller verplaatst. Dat je iets sneller kan gaan. Met de tank of met de battlebus. Nou, we zijn nu bijna bij de laatste locatie. Mijn tank is wel bijna leeg. De tank van de tank is bijna leeg. Dit is geen slechte woordgrap, maar het is gewoon de tank. En de tank heeft ook een tank, waardoor de tank van de tank bijna leeg is. Want de tank van de tank is nu leeg. Ik heb heel vaak tank gezegd in een aantal zinnen. Dat klopt. Dat klopt. Maar dat komt omdat ik in de tank reed en de tank van de tank zelf was leeg. Omdat de tank ook een tank heeft waar benzine in moet, anders kan de tank niet rijden. Ik hoop dat jullie nog snappen wat ik bedoel. Ik snap het zelf wel. En ik heb mijn best gedaan om het uit te leggen aan jullie. Dit is de eerste Omen chip van de locatie zonder naam. Inderdaad, ik heb mijn best gedaan om het uit te leggen aan jullie. Gaan we hier heel even de storm in, want in de storm zit de tweede Omen chip voor de locatie zonder naam. Dan gaan we weer terug de cirkel in voor de derde Omen chip. Maar dan wil ik jullie vast bedanken voor het kijken naar deze video. Het blijft mogelijk om neer te aan. Als je geabonneerd bent, dan heb ik morgen gewoon weer een gloednieuwe video voor jullie. Wat voor video dat wordt, ik weet het niet. Dat zien jullie morgen wel. En dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Mensen, doe blauw mogelijk om deze belletje. Dames en heren, doe blauw mogelijk om deze belletje aan als je geabonneerd bent. De reden daarvoor heb ik al uitgelegd. Maar dan wil ik jullie inderdaad bedanken voor het kijken. Doe blauw mogelijk om deze belletje aan als je geabonneerd bent. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Zie ik jullie morgen gewoon weer terug bij een gloednieuwe video. Dames en heren, heb ik nog maar één ding te zeggen. Dat is de groeten.